Hallo, de Old 110 Series Locomotives running the Coalblazer Regional Tariff needs to be replaced, is on loan to test of this kind of vehicle suits for service on these lines. Drive the 1812 Regional Bound service to Altenburg and enjoy the rides. Well, we'll do. So this train is an Chris Train's train. This comes in the package, this Suex Flirt. It's an original and Swiss train, or at least designed in Switzerland. Some are built in Switzerland, other in Poland. This is an 1, 2, 3, 4, 5 coach one. It's pretty nice to drive. One of the high-end versions of Chris Trains. Protus, goedenavond, welkom. Heb net dit spel aangeschaft. Heb je wat tips voor mij? Laten we zo zeggen. Als je net hebt aangepast, ik zou zeggen, neem eerst even de Academy door. Es ist 8:12, Zeit to gehen. Nächste Station is Altenburg. Let's go. Let's go. Guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen an Bord von dieser Regionalbahn nach Altenburg. Heute fahren wir mit dieser neuen Flirt einen Testbetrieb. Wir wünschen Sie eine gute Fahrt. Dankeschön. Maar wat ik zei zo van, het beste wat je kunt doen is even de Academy doorlopen. Als je de Academy, dan leer je niet voor de basis. En sta niet versteld van hoeveel content er voor is voor deze game en wat je allemaal nodig hebt. Bijvoorbeeld als jij van Nederlandse treinen houdt, dan zou ik zeggen kijk even naar bijvoorbeeld Chris Trains. Daar heb je het Nederlandse treinen heb je daarvoor. Je hebt heel veel Duitse treinen, je hebt Engelse treinen, ligt eraan waar je van houdt. En in principe stel je eigen collectie samen. Naar wat je wil. En lees de handleiding bijvoorbeeld van freeware, Nederlandse freeware routes op trein.nl. Lees daar altijd even de handleiding door. Dan komt het komt in ieder geval goed. Dat is in ieder geval wat ik je direct aan tips kan geven. En voor de rest, kijk gewoon rustig rond en bouw je eigen collectie op. Dat is Ching Chong Unsk NCX, good evening and welcome. We're driving. Maximum speed is this one. Currently is 100. Welke trein laten crashen? Dat is in principe niet de bedoeling van deze game. Maar soms gebeurt het wel. Als bijvoorbeeld een trein op hetzelfde gedeelte zit of als de TS dispatch niet goed functioneert. Hmm.
Meine Damen und Herren, in einer Kürze erreichen wir Bahnhof Altenburg. Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Of hoeveel staat erin? Dat kan ook. Als jij inderdaad gewoon veel te snel rijdt, zeg maar, door de bocht of wat dan ook, dan kan die kantelen. Maar zoals ik al zei, zo van, het is niet de bedoeling daarvan. Nee, ga stoppen. Crap, holy mensen. Ja. Jij bent dood. Can you go faster? I can go faster, but is the speed limit 100 kilometers an hour at the moment? We can go up to 120 in a little while. But otherwise we also need to slow down for next station. Gerrit 34, goedenavond. Ik reis zelf best vaak met de trein, kan ik daar echt gedeeld overslaan. Je mag gewoon het Engels antwoorden voor je internationaal kijkt. Mij maakt het op zich niet uit, ik antwoord in waar ze het willen. Als jij... Het is niet verplicht Academy te doen. Je kunt ook gelijk beginnen in het hoofdmenu en gelijk met de trein, andere treinen begint te rijden. Dat is geen enkel probleem. Het is zoals jij wil. De Academy is ervoor om... echt te leren rijden, of in ieder geval hoe deze game functioneert. Turboroot, goedenavond. Next stop is Schlossfeld. Heb vandaag Train Simulator 20 koffie is 10 keer heel nice, genieten van het Ruud. Heb thuis in de tuin ook een modeltrein collectie, lijkt een beetje op die van de Intratuin met een zomerstip. Interessant. Kan ook. Laten we zo zeggen, dit is meer een digitale collectie, zeg maar. Jeppa, goedenavond. Deze omroep herken je, Jeppa. Let maar op, die herken je. Meine Damen und Herren, unser nächsten Halt ist Schlossfeld. Ausstieg im Schlossfeld befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Dankeschön. Weet je of er ook al routes trainen zijn voor zijn op comedy nog? Hoe bedoel je voor Nederland of iets anders, Rut? Er is een heleboel treinpunten te vinden daarvoor. Herken je het, Jeppa? Ik zou zeggen, die moet je wel heel bekend voorkomen. Nee, voor Train Simulator 2020. Er zijn een heleboel treinen en routes beschikbaar voor Train Simulator. In principe is hetzelfde Train Simulator, is gewoon een nieuw nummertje. Dus alles van 2012 en hoger zou goed moeten werken. Maar ik snap... Kijk, 110 jippen. Onderwijs, next stop is Goblin Wilds.
Maar ik vind het wel heel erg interessant, Jeppe, want jij bent de 110 man, maar je hebt een scenario gemaakt met de flirt die de 110 vervangt. Dus ik kan me altijd trainen. Ja, natuurlijk. Die werken als het goed is gewoon in Train Simulator. Want in principe wat je hebt gedaan is, je hebt in principe gewoon de nieuwe content gekocht. Mocht je al Trainsim zeg maar hebben, wat je hebt gekocht zijn in principe gewoon de drie routes die erbij zitten. Voor de rest is het gewoon hetzelfde. De core content heb je sowieso. Tja, ingehaald door de andere tijd. Ja, kan. Maar ik dacht van, ik kwam dit scenario tegen. Ik dacht van, weet je wat? Tijd om dit scenario te doen. Gerben, bedankt dat je er was. En een hele fijne avond en graag tot de volgende keer. Ik zou je trouwens wel aanraden, je hebt dit scenario in 32-bit crasht die, omdat hij een beetje te veel memory gebruikt. Of voetbal op een of andere manier, maar. Ah, er waren ook andere tijden 3 jaar geleden. Nächste Station, Köbler Wald. Leuk om ze naast de stream te zien. Dat zeker. En in principe, de route zelf is niet veranderd sinds dat dit scenario is uitgebracht, dus die kun je gewoon doen. Daar heb je soms wel wat last van oudere scenario's met updates van de route. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Kobelwald. Im Kobelwald befindet sich Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ik hoop dat Chris een keer de Flirt 3 maakt van een River Limburg. Departure time, next stop is Koblitz. Ik hoop dat Chris ook een keer de Flirt 3 maakt van een River Limburg. Die is er al. In ieder geval een 2-wagen variant. Ik weet niet of die derde 3-wagen variant erin staat. Kan best zijn van wel. Moet je even de nieuwste versie downloaden die je hebt? Op Jan Early. Ik zou zeggen, ik wil
Ja, maar dat wil ik best wel doen, maar laten we zo zeggen, ik mis nog 5 subpuntjes. Hashtag September. Gaan we vandoor. Bedankt voor het streamen. Tot de volgende keer. Cleo, bedankt dat je er was. Nog een hele fijne avond. Slaap lekker. Graag tot de volgende keer. Kunnen we het toch nooit gebruiken. Nee, maar als het goed is, Jeppa, zal die ergens in de loop van volgende week zal die goedgekeurd moeten zijn. Ik had er nog even een mailtje naar Twitch achteraan gestuurd, maar ja, het is natuurlijk weekend, dus... Ja. Is om naar uit te kijken, Cleo. Roelof, ook jij natuurlijk. Bedankt dat je er was vanavond. Slaap lekker. Of, in ieder geval veel plezier voor de rest van de avond. En graag tot Meine de volgende Damen und keer. Herren, in Kürze reichen wir Koblenz. In Koblenz gibt es eine Umsteigemöglichkeit zu der Regionalbahn nach Wildau. Diese Regionalbahn soll abfahren aus Gleis 2 um 8.31 Uhr. Ausstieg im Bahnhof Koblenz befindet sich im Pfad Richtung rechts. Dankeschön. Ik snap, er zijn een, soms zijn er niet in Duitsland. Het is wat anders. Je moet het inderdaad wel even een handigheidje in hebben. Bijvoorbeeld PCB is ook een handigheidje. PCB is iets wat je moet leren. Qua seinen is het in principe vrij makkelijk. Groen is groen, rood is rood. Groen-geel is 40. Als die schuin is, dan moet je afremmen naar 40. Of naar een geel. Geel cijfer is afremmen naar dat cijfer. Keer 10, dus een 8 is 80 afremmen. Wit is vanaf dat zijn 80. Dat is in ieder geval in principe. En inderdaad, in de witte stip, inderdaad, wat Jappa inderdaad zegt. Met slecht zicht of met een verkorte remweg, toch? In ieder geval korter dan de normale afstand, dacht ik. Ooit te lezen ergens. Maar mocht je interesse hebben, Rut, over wat voor soort seinen en seintypen van Duitsland en zo. Er zijn genoeg volgens mij gidsen online te vinden die in ieder geval de uitleg geven. En anders kijk even in de handleiding van Trains in World van 2020 met in de route van MSB. Daar wordt een heleboel uitgelegd over de seinen. Let's go.
Maar we zitten alweer hier. We hebben zometeen Niederkirch, Altenburg-Bach en Altenburg. En we doen het alweer gaan. Je hebt al dat jij bent. Kijk eens aan. Het is wel de TTB variant, maar... Next stop is niet de kerk. Let's go. Inderdaad, ja. Kijk, dit zijn G40 aan. Die groen-geel. Maar wij zitten nog onder PCB 500 Hz. Goedemorgen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen alle neu zugestiegene Fahrgäste zu dieser Regionalbahn nach Altenburg über Neukirch und Altenburg-Bach. Wir wünschen Sie eine angenehme Reise. Dus wij zijn gerestrekt tot 20, of in ieder geval 25. Totdat die 500 Hz uit is. Let's come back here. Let's go. 120. Volle gas. Yes indeed. Wel een mooi scenario. Ja, dat... Ik moet zeggen, dit is wel een... het is een hele mooie route ook om te doen. Recentelijk zijn er wel weer natuurlijk wat scenario's voor verschenen, maar al een hele tijd niet. Ik denk dat iedereen wacht op die update. Maar in principe... Want er was ergens... Ik weet niet, Jeppe, weet jij dat? Of dat was van... Altenburg richting Bad Rinkenburg of de kant die wij nu opgaan, dat de game crasht. Ik heb in ieder geval deze kant op heb ik er vanmiddag getest en hij crashte bij mij toen niet, dus... Maar er was in ieder geval een fix voor, maar die is nog niet uit. Meine Damen und Herren, unser nächster Halt ist Niederkirch. Ausstieg im Niederkirch befindet sich im Fahrtrichtung rechts. Richtung rechts. Wacht ook op die update.
Hij zou toch al lang klaar moeten zijn, dus ik heb geen idee waarom het zo lang duurt, maar we zullen het zien. Next station, Niederkerk. TTB 423. Lijkt op de trein die we zo net hebben gehad. 425. Ze bouwen niet veel team, maar naar hun weg geloof ik. Ja, dat zeker. Maar in principe, laten we zo zeggen, het is gewoon een awesome route. En in ieder geval deze kant op gaat prima. Next station is Altenburgbach. Mind the gap. Nederlands zijn over Duitse routes te rijden. Dat is een mogelijkheid, Ruud. Dat is een hoop power. Dat ik hem in de trein nog bzzzt hoor doen. Seb had er veel te laat staan. Ja, ik zag toch op bord 60. Toch een beetje vertrouwen op. Och, dank je, Sams. Dank je. Dat doet mij goed. Oeh, Rutger, precies 311 uurtjes. En Jeppe, precies 318. Meine Damen und Herren, in einer Kürze erreichen wir Bahnhof Altenburg-Bach. In Altenburg-Bach befindet sich der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jawohl, Herr Jeppe. Fahrt Ausstieg rechts. Jawohl. Pascal 100, bijna 114 uur. Lost in the Lidl. There's also a last stop before reaching Altenburg. Depart once the doors are closed.
Wat is de jeppe? Kijk eens wat daar aankomt. Daar is hem roep. Af tegen vooruit om rechts. Dat was de Siva inderdaad. Dat moest toch een keer gebeuren. Meine Damen und Herren, in einer Kürze erreichen wir Bahnhof Altenburg. Altenburg ist das Endbahnhof von diesem Zug. Der Ausstieg in Altenburg befindet sich in Fahrtrichtung links. Alle Anschlusszüge hier in Altenburg werden erreicht. Wir danken Sie für Mitfahren mit Deutsche Bahn und wünschen Sie noch einen wunderschönen Tag. Kisoi Karasuma, goedenavond en welkom. Hadden we op het lang geleden dat ik je channel heb gevolgd, maar toen was ik nog in trein vandaan. Nu wel, dus tijd om je weer te volgen. Dankjewel, Kisoi, en welkom. Je hebt helaas ons wel op het einde van de stream te vangen gehad, dat zeker. Dat wel, maar je kunt altijd de stream terugkijken mocht je dat willen. Maar in ieder geval welkom. En welkom in de wondere wereld van treinen. Prachtige rit, Jeppe. Dat zeker. Echt een prachtig scenario. Werkt nog steeds perfect. Zo. Well then, how did you like the train? Take a break now and wait here in Altenburg for your next job. Thank you and I'll be there. See ya.